Hi, deze week was ik heel erg aan het nadenken over motivatie. Dat is iets wat we allemaal kennen, omdat we het heel veel hebben of omdat we het soms even kwijt zijn. En ik zat daarover na te denken van wat is nou eigenlijk motivatie? En het woordje motivatie staat bij mij voor motief voor actie. Wat is voor ons het motief om actie te gaan ondernemen? Uiteraard geïnspireerd door Tony Robbins, voor mij mijn motivation guru. Maar dat kan voor alles zijn. Soms zijn we gemotiveerd door wanhoop of frustratie. Weet je, dat iets zo verkeerd gaat. Je zegt, weet je wat, that's it. Ik ben het zat en ik wil niet meer dat het zo gaat. En vanaf nu wordt het anders. Dan wordt dat zeg maar jouw drijfveer, jouw motief om actie te gaan ondernemen. En soms is het gewoon een verlangen, een wens, iets wat je heel graag wilt. Bijvoorbeeld op iemand afstappen of je eigen bedrijf beginnen of wat dan ook. Is dat jouw motief voor actie? Ik ken heel veel mensen om me heen en hun grootste motivatie zijn bijvoorbeeld hun kinderen. Want ze willen een goed voorbeeld zijn voor hun kinderen en ze willen dat hun kinderen een goed toekomst krijgen. En toen dacht ik, ja, dat is wel interessant, want ik krijg vaak in mijn coachingspraktijk ook met mensen te maken die dan zeggen dat ze niet gemotiveerd zijn. Dan denk ik, ja, dat lijkt me best wel zwaar inderdaad. Ik heb soms ook wel ongemotiveerde dagen. Maar die helpen me wel. En dan ga ik heel erg nadenken over hoe ben ik daar hierin terechtgekomen? Wat heb ik nodig? Een beetje naar mijn innerlijke zelf luisteren. En wat mij bijvoorbeeld heel erg helpt om toch op dat soort dagen motivatie te vinden, is mijn visiebord. Ik heb een enorm groot visiebord waar ik allerlei plaatjes en woorden heb van wat ik wil bereiken met mijn leven. Wat wil ik gedaan hebben op het moment dat ik er niet meer ben? Dat is ook waar halen uit wat erin zit staat, zoals ik in de video daarover vertelde. En dan kijk ik ernaar en dan denk ik, oh ja, het is een weerspiegeling van alles wat er in mij zit, wat ik eruit wil halen. En dat is dan voor mij weer een enorme trigger, een motivatie, een motief om weer actie te gaan ondernemen. Nee, je gaat niet op de bank hangen, je gaat geen serie kijken. Je gaat gewoon iets doen waardoor je visie, zoals ik dat op mijn visiebord heb, dat ik dat kan omzetten tot realiteit. Dus mocht jij zo'n dag hebben dat je denkt, het leven is stom en iedereen is stom en ik weet niet zo goed wat ik wil. Ja, dan kan je gaan nadenken van wat is voor jou een motief om wel actie te gaan ondernemen? Is dat een visiebord? Is dat iets wat je wilt nalaten? Of is het iets wat je zat bent of iets wat je heel graag wilt? Maar dat je in plaats van naar dat ongrijpbare motivatie zoekt, gewoon een motief waardoor je één klein stapje neemt. Op het moment dat je al in actie bent, is het makkelijker om door te gaan. Dus ik hoop dat je dat aan hebt om jouw motief te vinden tot actie.